Een tijdje geleden vroeg Hak mij om een recept te schrijven met hun nieuw product, de pouches. Ze hebben mij 3 verschillende ingrediënten doorgestuurd, dus ik dacht, waarom maak ik geen 3 recepten? En het eerste is een salade met linzen, zalm, krielaardappeltjes, radijzen en asperges. We beginnen met de groene asperges te schillen. Daarna is het tijd om de patatjes te koken in gezouten water en dat gaat ongeveer 10 à 15 minuten duren. Terwijl dat bezig is, ga ik de vinaigrette maken en daarvoor eerst een shallotje fijn snijden. Zo fijn mogelijk natuurlijk, want het is een rauwe bereiding. En er zijn aangenamere dingen dan zo te bijten in een dik stuk ajuin. Dit mag dan in zo'n mengkommetje en dan een beetje yoghurt toevoegen. Ongeveer 4 eetlepels of zo. 1, 2, 3, 4. Niet precies, maar dat maakt niet uit. Dan sap van wat citroen. En dat mag sap van een halve citroen zijn. Yeah. Goed uitpersen, zien dat er geen pitjes zijn. Een beetje olijfolie. Kruiden met peper en zout. En dan als smaakmaker een beetje fijngesneden dille. Als je daar niet zot van bent, gewoon peterselie of zo, of wat bieslook is ook perfect. Maar dille en gerookte zalm, dat past perfect. Hè. Ellen en ik gaan trouwens binnenkort naar Stockholm, dus we gaan dat daar veel eten. Misschien hier en daar wat Scandinavische gerechten op komst, als ik daar inspiratie genoeg vind. Goed, dat mag erbij. En dan alles goed onder elkaar mengen. Boah, het is ietsje te zuur, maar dat is niet erg. Ik ga er een klein beetje honing aan toevoegen. Als ik de honing vind. Honing, honing, waar ben je? Gevonden. Voilà, ongeveer een koffielepel. Veel beter. De patatjes hebben nog 2 minuten nodig, tijd genoeg om even wat radijzen fijn te snijden en de asperges ook in kleinere stukken. En je mocht die gewoon zo in schijfjes snijden. Dat groen mag eraan blijven, dat kan geen kwaad. Check deze. Het schattigste radijsje ter wereld. Oeps. Goed, de aardappelen zijn gaar. Die mogen nu gewoon direct zo in de vinaigrette, zodat die alle smaken lekker kunnen opslorpen. En dat gaat alleen als die warm zijn. Met koude aardappelen gaat dat minder goed. Daarna mogen de asperges in het water en die gaan ongeveer 2-3 minuten koken. Niet te lang, want te gare asperges is niet te vreten. De aardappelen meteen mengen met de vinaigrette. En nu is het tijd om de linzen toe te voegen. En die gaan ook die lekkere vinaigrette opslorpen. En dat gaat heerlijk zijn. Die patatten, die linzen en dan de frisse smaak van de radijs. Het zouten van de grote zalm. Echt een topslaatje. Hup, en dan mag je er meteen bij. Je moet dat niet afgieten, niks. Dat is al voorgegaard, het is volledig klaar. Bon, de asperges zijn klaar. Alles dresseren. Voilà. Aardappelen, wat linzen. Perfect tijdens de zomer bij een barbecue of zo, of gewoon als lunch. Duurzaam gevangen zalm, dat is belangrijk. Koop geen zalm als het zo van die flutzalm is. Maar dat je weet dat die beesten van ergens deftig komen. Voilà ze. Het eerste is klaar. Een maaltijdsalade met linzen, aardappelen, gerookte zalm, radijsjes, asperges. Op naar het tweede recept. Smakelijk alvast als je enkel de deze maakt. Tweede gerecht met de rode bonen ook in pouch. Ik ga een Spaans stoofpotje maken met kip, chorizo, de rode bonen, paprika, chili, tomatensausje. Dat gaat nice zijn. Eerst en vooral een pan op het vuur zetten en stukjes chorizo snijden. En de chorizo gaat smaken van de paprika, van het varkensvlees en dat gaat super goed passen bij de kip. Een klein beetje olijfolie in de pan, niet te veel, aangezien dat de chorizo al vettig genoeg is. En laat die chorizo maar goed aankleuren, dat die vetten daaruit komen, dat die krokant wordt, zodat die veel meer smaak krijgt. Een ajuin snijden, 2 teentjes look, een chilipeper. En dat is altijd een goede basis om mee te beginnen. Hè. Zien dat de chorizo niet aanbrandt en dan gaan er ontbeende kippendijen bij. En waarom ontbeende kippendijen? Dat is volgens mij het allergewisse stuk van de kip. Het zit aan het been, dus aan een bot, waardoor dat er veel meer smaak is. Het is veel sappiger en de beenhouwer heeft al ontbeend voor mij, dus alleen maar positief. Het is ook goedkoper dan filet. Meteen kruiden met peper, zout en paprikapoeder.
zien dat het mooi kan aanbakken langs de twee kanten. Ziet die kleur, dat is perfect, hè. Als de kip is omgedraaid, mag dit er allemaal bij. De chili, de look, ajuin. Daarna wat rode paprika, ook in stukken snijden en erbij doen. Alles onder elkaar mengen en dan een paar minuten alles laten aanbakken. Het is misschien geen slecht idee om het deksel erop te doen. Zo kan alles van boven ook een beetje garen. Als alles een schoon kleurtje heeft en alles een beetje gaar is, dan mag er dit bij. Gezeefde tomaten. De rode bonen, die gaan er gewoon zo bij. Hop, die zijn eigenlijk al gaar, maar die gaan toch een tijdje mee pruttelen. En dit moet nu allemaal ongeveer een half uur pruttelen, zodat de kip zeker gaar is, zodat de tomatensaus zijn zuurte een beetje kwijt is. Ah ja, ik ga er nog een bladje laurier aan toevoegen. Oeps. Deksel erop, een half uur op een laag vuur laten pruttelen. Ondertussen ga ik een beetje afwas doen. Na een half uur ziet dat er zo uit. Het belangrijkste is nu dat de kip gaar is, maar dat zal wel het geval zijn. En dat de tomatensaus niet meer zo die scherpe, rauwe tomaatsmaak heeft. Kruidig, pikant. De tweede met rode bonen is klaar. Spaans stoofpotje met kip, chorizo en rode bonen. Het derde en laatste recept op basis van kikkererwten. En wat ga ik maken? Falafels. Wel in drie kleuren. De gewone gele, groene en rode. Eerst de basisbereiding. 400 gram kikkererwten, peper en zout, 1 eetlepel komijnzaad, 4 kardemompeultjes, een teentje look, een shallot, 2 flinke eetlepels rijstbloem of kikkerertenbloem, een koffielepel bakpoeder, zodat het mooi luchtig blijft, en dan alles fijn mixen. Goed, dit is nu 3 keer de basis en aan deze 2 ga ik kleur toevoegen. De eerste was spinazie, groene kruiden, onder elkaar mengen. De tweede, rode paprika, chilipeper, paprikapoeder. Ja, er heeft iemand geklopt. Kom binnen. Welkom bij Kotfood. Deze 3 zijn klaar. We gaan die daar subiet oprollen, frituren. Maar eerst gaan we een uurtje sporten. Ik speel veel voetbal en zo, maar fitness dat is niet zo mijn ding. Dat is wel de sport van Arno. En ik ga een keer meegaan, een keer goed afzien. Er zijn geen beelden waar te zien is hoe dat ik aan het fitnessen ben. Gelukkig maar, want één ding is duidelijk. Fitnessen dat is echt niks voor mij. Maar ik ga nu wel een fragment laten zien van hoe dat er ongeveer uitziet. Nou, stand van zaken. Zit erop. Het was niet fameus. Het was niet fameus. Ik heb na... Hoe lang heb ik gedaan? 20 minuten? 20 minuten. Ik ben flauw gevallen. Ik ga gewoon doen waar dat ik wel goed in ben. Een beetje eten maken. Ik ben echt bijna al met een sus gevallen, jong. Goed, terug naar de keuken. Die even laten afkoelen. Tweede, de groene. Noem ons de falafel masters. Falafel test nummer 1 om de binnenkant te zien. Zo duwen of trekken? Zo open trekken naar die camera. Oké. Terwijl het een Arno aan het bellen is met zijn madame, ga ik een sausje maken. Yoghurt, peperzout, citroen en een klein beetje peterselie. Oké, de groene falafels zijn ook gereed. Ja, van buiten zijn die een beetje bruin. Maar je gaat zien, ze biedt van binnen en die schoonetjes groen zijn. Terwijl Arno voor de tweede keer aan het bellen is, ga ik de rode falafels maken. En dan is het tijd om te eten. Oké. Maar die zijn super mooi ook. Als je dat kruid net nadat het uit de frituur komt, een beetje zout op, dan gaat dat er mooi op plakken dankzij het vet. Ja, en de hitte. Like, subscribe op mijn pagina. Klik op dat belletje om op de hoogte te zijn van nieuwe filmpjes. En dan zie ik jullie graag een volgende keer. Goed, afronden. Salutjes. Ja.